Ik krijg op dit moment een manschap toegestuurd door dokter Peggy Boutige. U heeft vandaag een verklaring? Ja, er zijn afspraken met de krijgsraad, dus dan gaan we dat ook. Wat verwacht je zelf van de Boutige? Wat is dat? Wat verwacht je straks zelf? Ach, laten we niet op zaken vooruit lopen. Laten we kijken hoe dingen zich ontwikkelen. Clara Veetje! De heer Boutige loopt nu naar binnen. Clara Veetje! Naar Ik zal iemand met een hele lieve stem mijn betoog helemaal laten voorlezen. Ik sta vandaag in persoon voor uw krijgsraad, omdat ik nu besef dat in strijd met hetgeen ik altijd gedacht heb, namelijk dat door aanwezigheid van mijn raadsman tijdens het proces, ik geacht werd aanwezig te zijn. Een denkfout is geweest. Mijn verontschuldigingen daarvoor. Maar het is volstrekt ongeloofwaardig wat hij gezegd heeft. Namelijk dat hij een denkfout heeft gemaakt. En dat gelooft niemand toch? Dus wat mij betreft... Wat is een denkfout? Oh, dat over dat hij niet aanwezig was. In het hiernavolgende zal ik in grote lijnen duidelijk maken waarom het noodzakelijk is
dat ik in verzet ben gekomen tegen onderhavig vonnis. Dat hij met het vonnis niet eens is, ja, dat weten we al lang. Maar de redenen die hij heeft opgegeven waarom hij het niet eens is met het vonnis, acht ik niet van grote juridische relevantie. Mevrouw de president en de leden van de krijgsraad, ik zeg u dat ik zeker weet dat naar analogie van de bekende uitspraak van een door mij hooggeachte staatsman, de geschiedenis ook mij zal vrijspreken van alle schuld aan het trieste, traumatische gebeuren van 8 december 82. Er zijn vandaag door de heer Boutersen een statement gegeven. En dat is wat mij betreft dus een politieke statement. Het heeft niet directe juridische relevantie. Hij had het over dat er verkeerde getuigen gebruikt zijn. Hij had het erover dat de krijgsraad niet naar de waarheid gezocht heeft. Ja. Dat de krijgsraad beïnvloed is geworden door een campagne van de kolonisator. Ja, dat soort uitspraken, nogmaals, die hebben wat mij betreft geen echte juridische waarde. Echter ontstaan er inderdaad condities die de zaak volkomen uit de hand doen lopen. Wanneer uit na de arrestatie verkregen informatie, zowel van sommige van de gearresteerden als uit internationale bronnen, en gelooft u mij, daar is geen wifi of internet voor nodig, duidelijk wordt dat de arrestatie van de leden van het beoogde Bruggenhoofd een eerder niet voorziene impuls biedt voor een versnelde, mogelijk onmiddellijke uitvoering van de invasies die al in staat van afgegronde voorbereiding was. Wouter sprak een paar keer over het Bruggenhoofd. Ja, hij bedoelde dus dat Wat bedoelde hij daarmee? De 15 slachtoffers, die zouden een Bruggenhoofd zijn voor de CIA. Dat is ook de stelling. Oh, het ging niet om één persoon? Nee, het ging om dus de groep van 15. Die noemde hij Bruggenhoofd. Dat is de verklaring die we al vanaf 1982 gehoord hebben. En een verklaring waarmee de krijgsraad in haar eerste vonnis finaal mee heeft afgerekend. Ja. En er zijn ook meer dan voldoende getuigen geweest, waaronder het hoofd van de Veiligheidsdienst, die toen hoofd was van de Veiligheidsdienst, die heeft gezegd, hem was niks bekend van enige koepoging door de CIA en deze 15 slachtoffers. Hem was niet bekend, maar ja, meneer Boutersen wel. Dus, alleen nogmaals, die spokenverhalen, die moet hij bewijzen en het is tot nu toe niet gelukt. Mevrouw de president en de leden van de krijgsraad, wees u ervan overtuigd dat ik er absoluut niet trots op ben en dat het mij echt wel veel verdriet heeft gedaan en ik er ook spijt van heb dat ik de gebeurtenissen van 8 december 82 niet heb zien aankomen. Nou, ik heb hem horen zeggen dat het hem spijt dat hij niet heeft kunnen voorkomen dat het heeft plaatsgevonden. Ja, hij heeft het niet zien aankomen. Dat heeft hij gezegd. Dat hij het niet heeft zien aankomen. Daarin begrijp ik niet dat hij spijt heeft van wat hij gedaan heeft. Als ik het inhoudelijk en logisch en woordelijk beoordeel, dan heeft hij helemaal niet spijt betuigd. Hij heeft alleen maar gezegd, ik vind het jammer dat ik het niet heb kunnen voorkomen. Nee, ik ben er niet trots op en ik heb er spijt van. Dat heeft hij gezegd. Ja, dat hij het niet heeft kunnen voorkomen. Dat hij het niet heeft aanzien kunnen. Maar hij heeft niet gezegd dat het heeft plaatsgevonden. Nee. Dat is het verschil. Dus wat mij betreft hecht ik daar geen waarde aan. Welke informatie zou betrouwbaarder zijn wanneer ik een dag na de gebeurtenissen opdracht geef om de zaken uit te zoeken en Suriname kennende het resultaat heb laten plaatsen in de kluis van de Surinaamse bank. De directeur van de Surinaamse bank heeft bevestigd, maar het resultaat is plotseling verdwenen. Daags na de gebeurtenissen en nu gaan we 23 jaar later, waar mensen dokken, waar mensen doodgaan, waar mensen niet meer bereikbaar zijn, waar mensen dement zijn, waar mensen niet meer kunnen weten, gaan we nu en dan vragen we ons niet af, maar waarom hebben we niet zitten uitzoeken van waar is het eerste document dat Boutersen heeft laten maken de dag na de
dramatische gebeurtenissen. Niemand kent dat onderzoek. Het is een spookonderzoek. Dat is nog nooit door iemand gezien? Nee, niemand heeft het ooit gezien. De heer Bouters heeft gezegd dat het er was. De heer Bouters heeft gezegd dat het in een kluis was. De heer Bouters heeft gezegd dat het gestolen is of ontvreemd is. Maar niemand heeft het ooit gezien. Ik dacht dat die... Ik heb niemand... In het strafproces is niemand naar voren gekomen die gezegd heeft... Ik heb het gezien en dat stond erin. Dus nogmaals, het is een spookrapport, wat mij betreft. En ja, je kan onmogelijk van een rechtbank, in dit geval de krijgsraad, verwachten dat zij een vermeend bewijs, dat er niet is, althans niet beschikbaar, dat ze daar rekening mee houden. Daarnaast hebben we een aantal excepties opgeworpen. En die hebben te maken met een aantal zaken. Eén is dat die meneer die dat stuk heeft uitgebracht, op het moment toen hij het uitbracht, geen auditeur militair was. Er is wel een beschikking, maar die beschikking gaat in veel later dan het moment dat hij die beschikking heeft uitgebracht. Dat is één. Twee, de minister van Defensie, die volgens het militair strafrecht gehoord had moeten worden voordat iemand tot auditeur militair wordt benoemd, is in die beschikking niet gehoord. Hoe die beschikking tot stand is gekomen, zou altijd nog een raadsel blijven. Maar goed, die beschikking is tot stand gekomen. Maar veel later dan het moment dat hij die dagvaarding uitbracht. Dat was zijn eerste punt met betrekking tot dat de dagvaarding nietig zou zijn. En zijn tweede punt is geweest, zijn tweede exceptie, dat de krijgsraad eigenlijk helemaal onbevoegd is geweest om überhaupt een vonnis te wijzen in deze zaak. Om althans, laat me correct zeggen, dat de krijgsraad niet bevoegd was om de amnestiewet buiten toepassing te laten. Omdat die bevoegdheid alleen de burgerlijke rechter toekomt en niet de strafrechter. Dat waren dus zijn twee accepties. De krijgsraad heeft bepaald dat de volgende zitting op 29 januari om 9 uur gehouden zal worden. Meneer Bouters, gaat u op 29 januari ook naar de zitting? Ja en nee en nee en ja. Als de excepties gegrond verklaard worden, dan houdt het op. En als de excepties niet gegrond verklaard worden, dan is hij ook niet meer verplicht om te komen. Ik hoef dus niet meer te verschijnen. Overigens begin ik het nou wel gezellig te vinden.